Waar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet? In Amsterdam. Ja. In de Butcher. Ja, klopt. Goed. Moet ik nog vertellen wat je aan had? Weet je dat ook nog? Ook nog. Zwarte legging en een zwart kooltruitje. Ja. Gedetailleerd geheugen. Ik ben onder de indruk. Wie is het meest ijdel van ons twee? Naar mijn mening ben jij meer ijdel dan ik. Het zal niet veel schelen. Jij bent nog wel even van je haar feunen, goed doen, even verschillende dingen aanpassen, kijken hoe het staat. Ja, maar jij bent wel het meest kritisch. Wat is de kleur van mijn tandenborstel? Ja, die is wit. Met een klein blauw vleugje eraan. Ja, nou, helemaal goed. Wat was mijn eerste professionele voetbalclub? FC Twente. Ja, goed. En mijn lievelingsgeurtje? Mijn lievelingsgeurtje? Ja, Coco Chanel. Weet je ook welke? Wat de naam is? Hij heeft nog een extra toevoeging. Ja, je moet het wel moeilijk maken. Is dat die mademoiselle? Ja. Okay. Nu zal het erom hangen, hè? Laatste vraag. Al de druk op mij nu. Oeh, ja, die is niet eerlijk. Deze vraag. Wat? Die heb je net gekocht voor me. Wat is de kleur van mijn toilettas? Zwart. toch handig zo'n verjaardag. Begin jij nu? Ja. Wat is mijn sterrenbeeld? Mooi gaan rekenen nu, hè? Ja. Nou, zo goed ben ik niet in sterrenbeelden. Ik twijfel tussen maagd of weegschaal. Eén van die twee. Ik ben geen maagd meer. Niet? Weegschaal dan? Heel goed. Een strikvraag. In welk jaar werd ik verkozen tot Miss Nederland 2010? Ja. Daar moet je even over nadenken, hè? Ik ga gewoon 2010. De benen, schat. Ja, het is een strikvraag. Denk nog één keer goed na. 2009. Nou, schat. Dit kan echt niet. Ja, schat, ik hou dat allemaal niet bij. 2011. En wat was mijn jaar? 2012. Ja. Nu hebben we alles al gehad. Ja. Het was ook een hele lastige strikvraag, maar ik was Miss Nederland 2012. Maar, gekroond? Ja, in het Feyenoordstadion. Ja, in de Kuip. In de Kuip. Ja. Nou, waar was onze eerste date? Ja, in Utrecht. Mm-hmm. Dat was onze eerste afspraakje. Het duurde natuurlijk even voordat jij ermee uitvroeg, officieel. Nadat we elkaar hadden ontmoet. Nee, ja, je ging 3 weken naar Mexico en daarna 3 weken naar New York. Ja. Daar had ik ook niet echt de kans voor, hè? Dus toen kwam ik naar Utrecht voor onze eerste date. En ik zit even te twijfelen of je me toen mee uit eten hebt genomen. In ieder geval weet ik niet meer welk restaurant het was. Ik weet ook niet meer hoe die heet, maar het was in het smalle steegje in ieder geval. Ja, je hebt heel veel steegjes in Utrecht. Maar hele de gezet. Details wil je er ook nog bij weten. Dat je 3 uur te laat kwam ongeveer en met je koffer aankwam. Ja. Op je eerste date. Ja. Ja. Wat zal ik zeggen? Nee, was leuk. En voor herhaling vatbaar, toch? Anders zaten we hier nu niet. Wat heb ik gestudeerd? Rechten. Wat draag je thuis het liefste? Wat je nu aan hebt. Een badjas? Ja. Ja. Klopt wel. Ja, ik kan niks anders bedenken. Wat is mijn favoriete voetbalclub in het buitenland?
Het is een Engelse club. Moet ik ze even afgaan welke club zijn hier in Engeland? Ik weet nog dat het een club was waarvan ik dacht, dat had ik niet verwacht. Arsenal. Goed zo. Wie van ons twee doucht het langst? Ja, jij sowieso. Zou ik liever kiezen voor een massage of een gezichtsbehandeling? Massage. Hoe lang doe ik gemiddeld over mijn make-up? Ja, de keren dat je make-up draagt. Kwartiertje, ja. 20 minuutjes. Ligt eraan alsof je in de stress zit, dan duurt het soms wat langer. Ja, het duurt langer vandaag om make-up te vinden dan om het op te doen. Ja, dit is ook weer zo'n makkelijke vraag. Ben ik liever relax op vakantie of hou ik van een actieve vakantie? Relax. Ja, zo makkelijk. Hoezo? Ik ben toch zo actief op vakantie? Nee, ik wil overal heen. Nee, helemaal niet. Moeten we nou alweer iets gaan doen? Ik ben van de actieve vakantie en jij bent van laat maar lekker bij het zwembad. Boekje erbij en ik kan urenlang zo op de stoel blijven liggen. Maar vakantie is om te ontspannen. Als we het dan toch over reizen hebben, wat was onze eerste reis samen? Naar Londen. Ja, nou, ja dat zou kunnen. Of niet? Of heb je nog een vraag? Nee.